Het is een schrikbeeld voor veel ouders. 2 jaar lang, week in week uit, met zoon of dochter naar de zwemles. En dan nog steeds geen diploma. Maar daar komt verandering in. In Eindhoven hebben een paar partijen de handen ineengeslagen. En dat moet een eind maken aan die ellenlange reeks zwemlessen. Onder meer de gemeente Eindhoven en het NO Sportlab in Eindhoven werken eraan mee. Vanmiddag werd al pootje badend de handtekening gezet. Het doel bij die nieuwe zwemlessen is niet het aanleren van een perfecte schoolslag, maar dat een kind kan zwemmen en zich kan redden. Veiligheid dus boven perfectie is het eigenlijk. Boegbeeld van het project wordt zwemster Marleen Veldhuis. En voor mij is het ook leuk, want over 2, 3 jaar gaat mijn dochter zwemles doen. Dus misschien werpt het dan zijn vrucht af. Nou, verslaggever Erik Peters, die is nu in het NCO Otterbad in Eindhoven. Ja, Erik, gaat dat dan zo slecht met die zwemlessen? Nou ja, het kan natuurlijk allemaal wat sneller, het kan ook beter. De zwemlessen hier in het Ingenieur Otterbad zijn overigens net voorbij. Maar iemand die er veel meer vanaf weet is André Trinus. Hij is hoofd van de zwemschool hier. Ja, André, wat gaat er nu niet goed met de zwemlessen? Nou, het gaat juist wel goed met de zwemschool. Maar het kan sneller, zeggen ze. Het kan sneller en het kan ook beter. Ja, het kan beter, het kan sneller. Daar gaan wij ook aan werken in de komende tijd. Wij gaan onze lessen van 30 minuten naar 45 minuten brengen na de grote vakantie. Ja, en ook vaker examineren, vaker examens afleggen bij de kinderen? Ja, we gaan om de 8 weken afzwemmen met onze kinderen. Dus dat wil zeggen dat we 2 keer per jaar meer af gaan zwemmen. Ja. Nu zeggen ze ook bij dat zwemexpertisecentrum, ja, het is niet zo belangrijk dat die kinderen echt technisch perfect zwemmen, als ze maar kunnen overleven eigenlijk. Ja, ik wil toch de kwaliteit toch wel op een goed niveau houden, eerlijk gezegd. Daar heb ik toch wel een puntje waar ik een beetje kritiek op heb eigenlijk. Ja, je vindt het toch wel belangrijk dat kinderen ook echt die schoolslag goed kunnen goed beheersen? Ja, dat vind ik van wel. Er moet wel kwaliteit geleverd worden. Ja. Nou, kortom, er is altijd nog ruimte voor verbetering. Het kan dus sneller, het kan korter. Maar ze vinden dat het eigenlijk tot nu toe eigenlijk wel redelijk goed gaat, toch, André? Ja, het gaat op zich best prima. Oké, nou, dankjewel. Ik had trouwens hier nog deze vleugeltjes. Ik weet niet wat je daarmee van plan was. Nou, ik heb vernomen dat je nog wat kan leren van mij. Dus bij deze gaan we eventjes het water in en gooi je deze dingen even om laten doen. En dan gaan we kijken wat je nog van... Toch iets van kan gaan maken. Ja, ik kan al zwemmen. Kan je al zwemmen? Nou, dat wil ik wel eens zien dan. Wat in Eindhoven. Dankjewel, Erik.